Oké, hij moet nu gaan bekennen dat hij de hater is. Wat denk je van good cop, bad cop, zoals ze in films doen? Top idee. Ik ben de bad cop. Maar je bent te aardig voor de bad cop. Dat ben ik niet. Waar gaat dit allemaal over? Ik ben degene die de vragen stelt, Leon. Sorry, dat kwam er te hard uit. Ik ben heel vriendelijk. Wil je je kinderen terugzien? Ik heb nog geen kinderen, ik ben 12. Maar als je me nu niet gaat vertellen wat ik wil weten, word je nooit ouder dan 11. Ik ben al 11 geweest. Ah, je bent echt een harde jongen, hè, Leon? Ik krijg je wel aan de praat, hoor. Nieuwe computer. Zo, nog 25 van die letters. En daarna neem ik F1 tot en met F12. Niet de functietoetsen. Ik wil ooit nog een keer een helppagina openen van een actieve app. Dan zul je het moeten doen met een muis. Zoals de meeste mensen. Oh, oké, ik beken. Ik vrees dat de mengratio niet zo goed was. Dat is niet erg. Alleen niet over je gezicht vegen. Is het blauw? De wetenschapsclub is serieus en als voorzitter wil ik niet liegen. Meiden, ik zeg hierbij mijn voorzitterschap op. Ah, wat blauw! En mijn gezicht is mijn sterkste punt. Samen met mijn lichaam en mijn geest. En bescheidenheid. Geen paniek. Ik heb een idee. Ga zitten. Wat doe je nu? Ik neutraliseer de blauwtonen met een oranje basis. Die truc heb ik geleerd van Perfecte Perfectie met Emilia. Dus jij volgt PPMA? Natuurlijk. Wij zijn Emilia-fans. Ik bedoel, je kan toch een scheikundige zijn en trots zijn op je glossy lippen? Ja, toch? Ik ben een rolmodel. Juist. Dan wil ik jullie iets laten zien. Ja, ik ben het. Emilia? Ik verdraaide mijn stem, maar ik was het wel. Oh, ja, maar nu gooi je een fles om met toxische chemicaliën. En toxisch wil zeggen... Rennen! Oh. Ik vlucht nooit zonder mijn modeaccessoires. Oké, ik zal het maar zeggen. Ik deed in een gang mijn laptop zo snel dicht omdat ik naar basketbal kijken. Aha! Wacht, wat? Vertel het alsjeblieft niet door. Jullie weten hoe kinderen op deze school neerkijken op niet-academische activiteiten. Als dit bekend wordt, schoppen ze hem uit het wiskundeteam. Ik trap er niet in. Hij is de hater. Hij post nu weer een commentaar. Dat kan niet. Mijn computer ligt op die tafel. En de toetsen liggen in mijn hand. Oh, jij hebt het niet gedaan? Maar hoe verklaar je dan dit? Dat is niet van mij. Wat zegt de metadata? Wat is dit, de peuterschool? Het profielplaatje heeft een geotag met de locatie waar hij is aangemaakt. Hartwigstraat 523. Kan ik nu gaan? Ja, ga dan. Als je durft. Ik denk van wel. Frankie, je ogen hebben weer die blik die ze hebben als je op het punt staat iets heel onverstandigs te doen. Wel, nee. Maak je maar geen zorgen. Ik ga alleen even bij die persoon langs. En dan vertel ik rustig waarom zijn commentaar kwetsend is. En als dat niet werkt, dan... Wat was dat laatste woord? Dat maakt niet uit, Paige. Dat maakt niet uit, Paige. Je moet niet iets aardigs. Frankie, stop. Ik laat je echt niet zomaar aanbellen bij iemand thuis. Je kan in een gevecht raken, in moeilijkheden raken of... mij vastbinden, natuurlijk. Amelia, oh gelukkig. Paige, goed nieuws. Ik ben een rolmodel. Dus, hoe was jouw dag? Oh, mijn dag? Mijn dag was vrij goed. Kun je me nu last maken?